kunnen we vandaag de verkiezing houden met de beste sporters van het afgelopen jaar uit de gemeente Schiedam. En er is dus vandaag, omdat het ook weer kan, ook entertainment. Als moeder van drie pubers weet je niet hoe fijn het is als ze wel weer gaan sporten. Want het is vreselijk frustrerend, maar ook vooral verenigingen, de inkomsten lagen stil, de wedstrijden lagen stil. En nu kan het weer. Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar 2022, met name de sport in de gemeente Schiedam? Ja, ik zie heel veel potentieel. Ik zie mooie resultaten, ook van de goede elite teams. Maar juist ook op breedte sporten gebeurt er echt waanzinnig veel. Veel meer dan je eigenlijk kan bijhouden. En het is gewoon een stad waar sport in de aderen zit, echt elke dag weer. De tweede genomineerde is Celine Pouillard. NK Judo goud onder de 15 jaar in de klasse tot 46 kilogram. Zuid-Hollands kampioen in diezelfde klasse. En hij ook een van de genomineerden. De derde genomineerde, ook een handballer. Mitchell Luiten, speler van Quintus. Tot een selectie van het EK Fietshandbal onder de 16 jaar. Dat zijn de drie Schiedamse genomineerden. Wie is het talent van het jaar 2022 in de gemeente Schiedam? Laat maar zien. Laat zien. Nieuwe jaar. Nou, en hier staat hij dan, het talent van het jaar, Celine Pouillard. Gefeliciteerd. Dank u wel. Wat is het leuk om zo'n prijs te wonnen, Celine? Het is een eer om de prijs te ontvangen. Je hebt er hard voor gewerkt. En het is een doel om naar te streven, zeg maar. Even de sport, leg even uit wat je doet. Ik ben judoka, min 15, min 46. En ik ben Nederlands kampioen. Bij wie train je? Bij Arthur Den Hamer en Dimitri van der Hoeven. Andere trainer ook, meester Koos. Dat zijn mijn trainers, ja. Wat moet je er allemaal voor doen om toch hoog in de prijzen te vallen? Ja, keihard werken. Elke training weer. Ik krijg soms wel mijn kop. Dat hoort erbij. En daar werk je echt voor, ja. En nu gaat Aaron bekendmaken wie de sporter van het jaar in 2022 in Schiedam is geworden. Een hele goede avond, Schiedammers. Wat een eer. En ik vind het echt ontzettend leuk dat ik vandaag gekozen ben als sporter van het jaar. Ik ben heel trots op het afgelopen jaar dat ik gehad heb met mijn club. Dat je met de Tsjechische club landskampioen geworden en met het Nederlands team. De beste prestaties van de afgelopen jaren. En ik vind het ontzettend leuk dat ik daar nu erkenning voor krijg vanuit de gemeente Schiedam. In de vorm van deze prijs. Daar ben ik eigenlijk heel trots op. Daarmee wil ik ook graag de gemeente Schiedam bedanken voor het organiseren van deze prijs. Ik denk dat altijd heel leuk is voor alle sporters. Dat je een beetje extra erkenning kan krijgen voor de dingen die je gedaan hebt het afgelopen jaar. Dus bedankt daarvoor. Verlos iedereen in de zaal. Wie is de sportman geworden van het jaar 2022 in Schiedam? De enige officiële gemengde sport in Nederland, Nexus. Ja. Ja, daar staan ze dan, de winnaars, de sportploeg van het jaar, Nexus, Kim en Juliet, gefeliciteerd. Ja, dankjewel Jan-Willem. Was het een verrassing? Ja, eigenlijk wel. We hadden het eigenlijk niet verwacht. Nee, we denken we zullen het wel weer afleggen tegen Excelsior. Ja, je neemt het toch op tegen een grote ploeg met een veel groter bereik. En wij zijn natuurlijk maar klein, dus ja, we hadden het eigenlijk niet verwacht. Wat betekent dit voor jullie vereniging? Nou, ik denk dat het wel een keer goed is. We hebben nu de afgelopen jaren al best wel wat prijzen gepakt, gepromoveerd een keertje. En nu word je er eigenlijk een beetje voor beloond. Dus hartstikke. Wat betekent dit in het algemeen voor jullie zelf als sporters? Nou, ik denk toch wel een mooie blijk van waardering voor al het werk wat we ervoor voor doen. Ja. Allemaal gewoon korfballen dus? Eigenlijk wel, ja. Gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Zonder vrijwilligers stopt het sporten in Nederland. Het zijn de vaders en moeders die we net hebben gezien. De vrijwilligers die besturen runnen, die de lijnen trekken, die de tijd bijhouden. Ja, het is de meest ondergewaardeerde onderbaan, maar we zijn er zo trots op. En dat zijn, ik ben ook heel blij dat u er bent vandaag. Ik vind het echt geweldig. Dank u wel voor alle inzet. Geweldig.